Er zijn bepaalde problemen in de markt en we zijn hier deze vier dagen bijeen met de experts uit de markt. Voor dit seminar specifiek zijn dat voornamelijk wel engineers en die kunnen helpen bij het oplossen van die problemen. We zijn een seminar een heel goed voorbeeld van, maar gedurende de hele beurs zijn we hier natuurlijk mee bezig. De rode draad van het verhaal deze ochtend is, ik heb een idee. Ik wil daar wat mee gaan doen. Maar hoe gaan we dat doen? En wat wij jullie gaan vertellen, waar we jullie in meenemen, is wat voor hobbels je daarin kan gaan tegenkomen. En vooral natuurlijk, hoe kunnen we die gaan voorkomen? Waar we eigenlijk altijd bekend om staan bij de WOTS is dat wij technische kennis willen overbrengen naar de bezoeker. En dat is ook denk ik het unieke aan alle seminars die we hier hebben op de WOTS. Waar we het met elkaar over hebben. We hebben hier een zestal experts staan vandaag. Dat zijn alle exposanten op de World of Electronics. Ja, en dat zijn allemaal mensen die hier geleerd zijn aan de beursvloer beneden. En ja, zijn ook gedurende die vier dagen bereikbaar voor de bezoeker om meer informatie te krijgen. Vroeger, 30 jaar geleden, of ja, als ik een kleine jongen was, dat is er iets langer geleden, dan zeiden we wel eens, als je van iemand vanaf houdt, dan zeiden we van loop naar de maan. Dat was dan bollet af, ik wil u niet meer zien. Als je dat vandaag tegen iemand zegt, dan is dat een positief reisadvies. Natuurlijk, vanuit je eigen wereld zie je altijd de beste oplossingen. Maar waar het bij ons met name het succes bereikt wordt, door juist de dialoog aan te gaan met andere disciplines. Het klinkt eenvoudig. En ik weet uit ervaring dat het niet eenvoudig is. En dat vind ik wel... Ja, dat is misschien wel de belangrijkste boodschap. En laten zien, wie is hier bekend met FPGA's? Dat zijn de meesten wel, zowat. En uiteindelijk gaan we dan testen. Ik heb er even het beursgadget, de Parrot, bij ingezet. We hebben daar de tester voor ontwikkeld in samenwerking met JTAG en MG Products. Dat was mijn presentatie. Bedankt allemaal. Ik hoop dat ik jullie niet verveeld heb. Dirk, nogmaals bedankt. Alle presentaties zijn na de beurs sowieso op de website terug te vinden. Ook alle contactgegevens van de exposanten zijn daar te vinden. Maar het loont zeker om morgen dan nog even langs te komen. Ja, want iedereen is natuurlijk op de vrijdag ook nog te vinden. En dat is minstens net zo interessant en leuke dag als vandaag.